We beginnen in Houten. Eind maart wordt 's nachts ingebroken in een Volvo XC60... terwijl de auto gewoon op de oprit staat. Onbekenden stelen dan de koplampen. Jacqueline van Houten van de Politie Midden-Nederland, welkom. Dank je. Wegkoplampen, heel vervelend. Maar de eigenaar van die Volvo gaat niet bij de pakken neerzitten. Nee, zeker niet. De volgende ochtend doet hij aangifte en dan treft hij gelijk ook een paar maatregelen. Want hij laat de koplampen extra stevig vastzetten. En zorgt dus dat de motorkap niet zomaar met de normale hendel opengaat. En wat hij ook nog doet, is camera's plaatsen op zijn oprit. Zodat toekomstige dieven er dus gloeiend op staan. Precies. En hij hoeft niet lang te wachten op resultaat. Want die camera komt 2 weken later alweer van pas als 3 criminelen 's nachts langskomen. Ja, het is niet helemaal zeker of we het over dezelfde dieven hebben. Maar gezien het feit dat op dezelfde manier het wordt aangepakt... en het is 2 weken later... Ja, denk ik wel dat we een beetje rekening mee moeten houden... dat we hier met dezelfde personen te maken hebben. Ja, laten we kijken naar de beelden. Ja, en die zijn helaas niet zo heel duidelijk. Maar wie weet kunnen de kijkers ons toch helpen. Het is in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 april rond 1:30. Dan komt er een auto aanrijden op de spoorhaag. Nou, hij stopt en dan stappen er dus 2 mannen die stappen uit. En die lopen dan de oprit op. En lopen dus naar de auto van het slachtoffer. Hier is verdachte nummer 1 in de trainingsjack, die tikt dus een ruitje in. De andere die gaat ook klaarstaan. Maar wat we op de achtergrond zien, is dat die donkere auto waar ze mee gekomen zijn, die rijdt dan voorbij. En die keert even de auto. Dus het lijkt wel alsof de auto even klaargezet wordt. Nou, in de tussentijd zijn die twee dus flink aan het rommelen aan die auto. En je merkt dus ook dat ze nu doorkrijgen dat er maatregelen getroffen zijn. Want ze proberen het, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Dus heel goed gedaan ook, deze maatregelen. Maar ja, dan toch nog een ruitje opgetikt. Ja. Als het niet lukt, dan gaan ze er vandoor. En dan gaan ze er met die auto weer vandoor. Ja, maar die motorkap wou dus niet open. Je hebt hun signalementen. Ja, de eerste verdachte is een blanke tot licht getinte man. Hij had een normaal tot sportief postuur. Had een donkere trainingsjack en broek aan, beide met een rode bies. Verder had hij een logo op zijn trainingsjack op de borst. En hij had donkere schoenen aan met witte zoolranden en hij droeg een zwart petje. En die tweede verdachte was ook een blanke tot licht getinte man. Die had een smal postuur. Hij droeg een donker gewatteerde jas van glimmende stof met horizontale stiknaden en een capuchon met een opvallende rand. Verder droeg hij een slonzige lichte broek. Had hij donkere schoenen aan met een Nike-logo. En had een schoudertasje op zijn linkerheup met de draagband over de rechter schouder. Herkent u deze autokrakers? Laat het ons weten. En bel de tiplijn 0800 60 70. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.